Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van 12 december. Er vallen wat buien in Nederland momenteel en de eerste uren van de ochtend kan daar nog wat winterse neerslag bij zitten. Verder is de temperatuur wel boven het vriespunt, dus het is flink aan het dooien. Het is zo'n 1 tot 4 graden vanochtend bij een matige wind uit westelijke richtingen. Toch is het nog op veel plaatsen glad door de sneeuwresten en ook vanmiddag zal niet alle sneeuw nog 1, 2, 3 verdwenen zijn. Het wordt dan wel zo'n 2 tot 4 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Op veel plaatsen blijft het droog en is er ook wat zon. Vanavond gaat het weer licht vriezen en dan kan het op uitgebreide schaal glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe en gaat het geruime tijd regenen. En ook morgenochtend regent het. Smiddags wordt het dan tijdelijk wat droger, maar in de avond volgt een nieuw regengebied. Het wordt wel zo'n 3 tot 6 graden, dus ook de laatste sneeuw zal dan verdwijnen. En ook de dagen erna blijft het wisselvallig, met wel temperaturen over het algemeen ruim boven het vriespunt. 's dus Middags is het rond de 5 graden, en in de nachten blijft het 1 of 2 graden boven nul. Op een enkele plek kan het aan de grond licht vriezen. Het blijft wisselvallig met diverse buien.'